paar jaar geleden kreeg ik de ziekte van Graves. Dat die diagnose krijgen was voor mij best wel een grote shock. Ik wist niet eens dat ik een schildklier in mijn lijf had. Op dat moment had ik ook weinig energie. Ik was heel erg moe. Ik was lang blij dat ik een dag school kon volhouden. Het sporten was voor mij op dat moment ook een absolute no-go. Omdat ik daar de energie ook gewoon niet voor had. Ik ben begonnen met het slikken van medicijnen. En dat heeft altijd eventjes de tijd nodig. En ik ging me gelukkig ook al snel weer beter voelen. En naarmate ik me steeds weer beter ging voelen, kreeg ik ook weer iets meer energie terug. Ik kreeg weer zin om dingen te doen. En ook mijn zin in sporten kwam weer langzaam terug. En dat was ook het moment dat ik besloot om weer wat te gaan doen. Ik heb nu een nieuwe passie en dat is mountainbiken. En dankzij het mountainbiken heb ik ook weer geleerd om op een gezonde en goede manier met sport om te gaan. En ik kan ook veel beter mijn grenzen bewaken nu. We willen eigenlijk allemaal heel graag verder dingen doen. En dat merk ik ook bij mezelf, dat gewoon soms niet, dat het niet wil. Ik ben, voordat ik daarachter kwam, ben ik eigenlijk wel 100 keer, nou laat ik zeggen 1000 keer onderuit gegaan. Voordat ik door had wat voor mij het beste werkte en waar een grens lag.